ik ben Piero Pallaghi. Ik kan me beschrijven als een kunstenaar die leeft in onzekerheden en vecht eigenlijk tegen onzekerheden in haar werk, zoals alle andere kunstenaars. Maar ik ben ook een echtgenote, een moeder en een grootmoeder van een kleinkind van 3 jaar. Dus die verschillende hoedanigheden probeer ik eigenlijk te verenigen. Dus altijd zoeken naar balans tussen kunstenaarschap en je persoonlijk leven eigenlijk. Dus een soort van evenwicht te vinden tussen de twee kanten en ook proberen de ene kant als inspiratiebron gebruiken voor de andere kant. Soms lukt dat absoluut niet. Maar dat is altijd een lot van iemand die eigenlijk met kunst bezig is. In je dagelijkse praktische leven heb je niet altijd veel tijd en ruimte voor zo die stilte van je. Tijd en ruimte wat je vindt in je atelier. Dus hier heb je de ruimte om zijn wie je bent of wie je wil zijn. Ik vind dat we zo weinig ruimte hebben, meestal in België. Het hele land is eigenlijk een volgebouwde land. Iedereen vecht voor ruimte, voor tuin, dat eigenlijk een klein beetje bescheidenheid zou eigenlijk geen kwaad doen, ook qua ja, de ruimte te respecteren en de ruimte te besparen. Licht is heel belangrijk. Licht in vaal. Als ik zie hoe het licht danst eigenlijk, het licht die eigenlijk binnenvalt in mijn atelier en soms op mijn werken, meestal in de late uren van de namiddag, rond 6-7 uur, heb ik hier een lichtinval. En dat echt het licht begint te bewegen en dansen op de schap, op mijn porseleinen werken, handen en armen en gezichten en op mijn vasten werken. Dus ik kreeg eigenlijk bijna een soort van een animatie, een animatiefilm of een animatie eigenlijk wat daar eigenlijk gebeurt. Dat is fantastisch te zien, hè? Het licht. Licht eigenlijk heft je op. Licht is fantastisch. En hier heb ik licht. Kijk, nu in de namiddag rond 3 uur begint eigenlijk de houden periode van mijn atelier. Je kan spreken over een ideale atelier. Is er een ideale atelier, vraag ik me af. Het kan ook zijn dat een kleine ruimte kan voor iemand een ideale plaats zijn om dingen te doen. Dus dat is zo relatief eigenlijk. Wat is een ideale atelier? De sfeer in het atelier, dat heeft je, de sfeer. Dus dat is eigenlijk interactie. Je kan niet verwachten dat je atelier geeft je een goddelijke sfeer. Nee, dat bestaat niet. Jij maakt de sfeer, of je ontdekt de sfeer in de atelier. Als ik kom naar mijn atelier, dan weet ik altijd, ik kom naar huis. Het is toch fantastisch? Dus je voelt dat je bent thuis. Voilà.